Oh ja? Oh ja? Ze ruiken ook allebei wat. Ja, zeker. En dat is iets lekkers. Ik heb 3 lekker bekjes op mijn bord leggen. Ja, en een bakje koffie. Nou ja, en het bekende biertje. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, ik moet ook opschieten, want ik ben alweer veel te laat. Ja, het is bijna 1 uur en ik moet met de weide uit en ik moet weg. Ja, weer naar de huiskamer. Maar ja, weer geen tijd afgesproken en ik had knallende hoofdpijn, dus dat heb ik eerst even verholpen. Maar in ieder geval welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ik had gewoon weer hoofdpijn, maar ja, dat heb ik dagelijks. Maar dan moet ik er eerst wat aan doen voordat ik mijn bed uit kan. En dan legt het er ook nog aan, hoe laat word je wakker? Ja. Ook dat nog. En jij bent gek. Ja, jij bent gek. Oh ja? Oh ja? Oh? Oh? Oh ja. Is het zo? Had je ook wat te vertellen? Oké, nou ja, dan weten we dat. Ja! Dus, maar oké, we gaan dus zo meteen aan de wandel en ik zal toch ook eens vragen of ik in de huiskamer ook mag vloggen. Ja, is altijd leuk, altijd meegenomen. Ja, dan weet je tenminste met wie ik te maken heb. Maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. Het is vandaag dus zaterdag en ik heb de computer niet aan, dus ik moet het via mijn horloge doen. Zaterdag de 19e februari en op mijn horloge is het 1:02. En de klok moet nog 1 uur krijgen, maar die loopt achter en ik loop weer voor. Dus zeg maar, het is rond 1:01. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van deze prachtige mooie dag, want het zonnetje schijnt. En je wilt niet weten hoe mijn ramen eruit zien. Ik heb matglas. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Maar het is zo vies van buiten. Komt door dat slechte weer wat we hebben gehad. En die storm, maar we zijn er nog niet. Zover ik weet, komt er nog 1 aan. Ja. Maar ja, ik weet het echt niet. We zullen het beleven. En ja, het is in ieder geval nou weer knap weer. Het waait nog wel, hoor ik. En ik zie nog wel het een en ander bewegen. Maar we gaan er gewoon weer door. Ja, toch? En we kleden ons lekker warm aan, want het zal ook nog koud wezen. Want ik heb denk ik wel met een dikke muts op zien lopen. Ik denk, nou oké, het zal koud wezen, ja. Dus we gaan er gewoon voor en ik zou zeggen, gewoon ervan genieten. Ik zou zeggen, lekker je ding doen en geniet daar ook van. Ja, lieve vrienden, toen waren we uiteraard weer thuis. Ik ben dus eerst met de dames uit geweest. Toen thuisgekomen, toen de boel klaargemaakt om naar de huiskamer te gaan van deze partij. Ja. Dus, was weer gezellig. Enkel, ja. Sneu, onze Sjoerd is ziek geworden. Nee, niet de virus. Nee, hij heeft kennelijk wat verkeerd gegeten. Want het ging van het een op het ander. Ja, hij had wat gegeten en daarna begon het pas. En hij had ook al moeten braken. Dus ja, niet fijn. Hij liep er helemaal krom van, want hij had steken in zijn maag, in zijn buikstreek, weet ik wel. Maar in ieder geval wel sneu. Dus we zijn ook eerder gesloten, maar ook heb ik boodschappen gedaan. Dat gaan we ook zometeen opruimen. En ja, dat komt allemaal wel goed. Ook heb ik weer een pakketje binnengekregen. Dat gaan we eerst met het kaart openmaken. Ik weet bij hoge belaag niet meer wat het is. Echt niet. Wat ik wel zag dat het uit Duitsland komt, maar ik zou niet weten wat. Zo, schaartje van mijn vinger. Ik weet het echt. Oh ja, ik weet het alweer. Ik heb het alweer. Zo'n schaartje. Mijn mannetje had
ook zo'n schaartje, maar die hing op een rotplek. Bij de tuindeur aan een schroefje. Prima. Want daar knipte hij buiten spulletjes mee, stekjes, weet ik veel. Hij had ook een bonsaiboompje, heeft hij gehad. Knipt hij het ook mee. Maar op YouTube zie je filmpjes. En voor bij de naaimachine. Ja. Dan zit ik ook niet meer dat ik met mijn vingers vast zit en dat het niet van mijn vingers af wil zo schaar. Dus ja, vind ik dit wat makkelijker. Dus ideaal. Ja. Gaat wel in de la erbij, want ik vind het wel makkelijk. Ik geloof dat ik er nog eens een keer eentje bestel, maar hij was nogal duur en dat bij Wish. Maar ja, Wish is ook duurder geworden. Net als AliExpress, maar nog reclame ook. En ik word niet gesponsord, nee. En er wil er eentje binnenkomen, dus die moet ik eerst even binnenlaten. Ga eens even weg. Ga eens even weg. Ja, weg. Weg, weg. Dank u. Nou, kom dan maar. Ja, kom. Ja, mauw, mauw, mauw. Ja, mauw. Oei, ja. Nou, weg aan de kant. Hé, aan de kant, zeg maar. Ja. Want wij moeten erdoor, zeg maar. Hé, ja, potverdikkie. Hé, potverdikkie. Onze kant af hier. Ja. Nou, op de grond. Want vrouwtje heeft nog een hoop te doen. Dus ja, nee. Dat gaan we niet doen. Echt niet. Nou, in de la, in de la. Ik moet even zien hoe we dat moeten. Nee! Dat moet daar maar weer. Nee! Ik zeg nee en dan blijft het ook nee. Ja, want kijk, dit kartonnetje behoort er eigenlijk achter, maar dat zat al los. Terwijl je hem daar ook openen moet. Maar het was al los en dan zat het in het zakje. Maar ik kan hem beter wel hangen. Wacht even, daar zit ook een schroef in. Daar valt hij niet van af, want er loopt niemand langs. Zo. Kijk. Daar hangt hij. Te schommelen. Dus ja, ook dat kan. Zo simpel. Nou, dan kan dit gewoon weg. Dat kan weg. Dat kan weg. En die kan weer in de la. Ja, maar ja. Oh ja? Zit jij je pootjes weer te verbranden, Rijke? En je koude pootjes tussen je koude handen hebt? Ja, echt koud. Roetje koud, het regent, het miesert, het is vies, bagger weer. Ja, en dan moet ik straks ook nog met de meiden er weer ertussenuit. Dus, maar ja, dat komt goed. Ik moet iets van mijn pijn af, want ik heb bijna niks beginnen. Echt pijn in mijn vingers. En ik had handschoenen aan, en nog koud. Maar ja, in de winkel met boodschappen, je moet eens in de koele wezen, je moet daar eens in wezen. Nou, dat is ook koud, weet je. En dan kun je wel weer met handschoenen aan wegrijden, maar dan kom je thuis en dan moet je die sleutels hebben. Dus moet je handschoenen weer uit en de sleutels pakken, de boel open doen, je tas meenemen van de booster en de boodschappentas. Ja, dan kun je moeilijk allemaal met handschoenen aan gaan doen. Dan gaat het hem niet worden. Nee. Nee, hè? Of wel? Gaat het hem worden, ja of nee? Of weet je het ook niet? Weet je het ook niet? Weet je het niet? Nee? Rijke. Ja, dat is ouwe, hè? Nu gaat dat dan ook zitten als die kachel net aan is, hè? Wat voor dik ik? Het is ook koud dan. Dan moet je warme pootjes huilen. Ja? En nou is die gaan liggen. En daar staat de boodschap. Dus ja, genoeg te doen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, dat gewoon moet verder genieten van je dag.
En dan gaan wij het ook doen en ik haal jullie de computer staat ook nog niet eens niet aan en ja, doe ik zo meteen. Ik hou het vandaag verder lekker rustig. En ik moet zo meteen wel weer met de meiden nog uit, maar ja, dat duurt nog wel even. Zo laat is het nog niet. Nee. Dus ik heb nog even de tijd, koffie lekker opdrinken, boodschappen opruimen, computer aandoen ondertussen. En dan komt alles goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed en tot later. Nou, daar zit Elwing dan. Ja. Onze Elwing. En daar ligt er een. Elwing gaat er ook maar bij leggen. Hè? Maar ja, ze ruiken ook allebei wat. Ja, zeker. En dat is iets lekkers. Ik heb 3 lekkerbekjes op mijn bord leggen. Ja, en een bakje koffie. Nou ja, en het bekende biertje. Nou ja, als dat met etiket de andere kant op. Maar jullie weten wat ik bedoel. Ja, lekker, lekker, lekker. Dus wij gaan er heerlijk van smullen. Ja, en af en toe krijgen die ook wat, die 2 belhamels. Hé, Rijka? Ja, nou. En Elwing ook, een meisje. Ja. Met 2 lieve meisjes. Maar in ieder geval, dat gaan we lekker even meester maken. En ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond.